Hallo mensen en welkom bij weer een nieuwe tutorial op dit kanaal. In deze tutorial ga ik jullie leren hoe wij een Discord bot in onze Spigot plugin kunnen maken, zodat we eigenlijk een verbinding hebben met onze Minecraft server en onze Discord server. Zodat je bijvoorbeeld berichten kan sturen via Discord en dat komt dan in Minecraft en via Minecraft weer in Discord. En zo kan je dus een verbinding hebben met je Minecraft server naar je Discord server. Oké, waar we als eerst mee gaan beginnen is, je hebt natuurlijk een Discord server nodig. Nou ja, ik heb hier al een Discord server gemaakt. Waarschijnlijk heb je die al. Wat we dan gaan doen is, we gaan een nieuwe bot maken. En dat doe je bij de Discord Developers Applications. Dus dat is de developer portal van Discord. Deze link zal ik ook even in de beschrijving zetten. Wat we dan gaan doen is, we klikken hier op Nieuw Application. Dan geef jij je applicatie een naam. Ik doe bijvoorbeeld Spigot Connection. Nou ja, je kan natuurlijk een eigen naam verzinnen. Dan klikken we op Create. Dan kan je hier nog een plaatje meegeven als je wil. En waar we dan heen gaan is, we gaan naar bot. Dan klikken we op Add Bot. En dan wordt het eigenlijk een bot, deze applicatie. Wat we dan even gaan aanzetten is Gateway Intents. Want die gaan we gebruiken. Deze is ook wel handig. En deze ook. Save changes. Dan hoef je hier verder niks te doen. Dan gaan we de bot even inviten naar onze server. Dus URL generator. Dan klikken we op bot, want het is een bot natuurlijk. Dan kan je deze nog even aanklikken, zodat de bot ook commands kan maken. Slash commands in jouw Discord server. En dan geef ik de bot de administrator permissie. Dus dan kan die in principe gewoon alles. En dan kopiëren wij de link. En dan voeg ik hem toe aan de test server. Oké, zoals je ziet zit hij nu in onze test server. En dan kunnen we die straks gaan gebruiken. Het is misschien handig dat je wat alvast wat weet over JDA. JDA, dat is de Java Discord API. En die gaan we gebruiken om onze Discord bot te maken. Ik heb een hele serie aan tutorials op mijn kanaal over JDA. Dus ik raad je zeker aan om die te kijken, zodat je alvast weet hoe het allemaal werkt en zo. Oké, wat we als eerst gaan doen is even een nieuw project aanmaken. Dus we gaan IntelliJ even openen. Wat we dan gaan doen is, we klikken eigenlijk gewoon op een nieuw project. En we gaan gewoon zoals gewoonlijk een Spigot plugin maken. Want het wordt natuurlijk een Spigot plugin. En in die plugin gaan we de bot maken. Dus je klikt op Spigot plugin. Group ID. En de artifact ID doe ik Discord Connection. Next. De main class doe ik even main. En deze ook, Discord Connection. Create. Oké, dan zijn we hier aangekomen bij ons project, bij onze plugin. En we gaan dan gelijk naar onze pom.xml. En hierin gaan wij de JDA dependency aan toevoegen. Dus we pakken even deze website, de GitHub van JDA. Deze staat ook in de beschrijving. En dan gaan we hieronder en dan klikken wij op download. En dan zie je hier de Maven dependency en die kunnen we kopiëren. Als je Gradle gebruikt, dan staat hier de Gradle. Maar wij gebruiken Maven, dus we pakken Maven. Die zetten we dan hier bij onze dependencies neer, hieronder, onder de Spigot. En dan de versie moeten we nog even aanpassen. En die versie staat hier. Misschien staat hier een andere versie bij jou. Maar pak gewoon de nieuwste versie. Die staat hier zo. En dus dat is voor mij 5.0 alpha.22 deze. Dus pak gewoon de nieuwste versie. En daarna klikken we hier rechtsboven op Load Maven Changes. Oké, nu kunnen we dus gebruik maken van de JDA. Oké, we gaan onze bot gaan we iets anders maken dan wat we doen in de JDA-series. We gaan het namelijk ook in de ondernemer maken, want de bot moet natuurlijk eigenlijk opstarten als de plugin ook is opgestart. En dat doen we dus in de ondernemer, want dan
wordt de plugin opgestart en dan willen we ook dat de bot wordt opgestart. Dus dat doen we zo even. We maken eerst even hier een private JDA aan en die noemen we JDA. We maken die trouwens ook static, zodat we straks een getter kunnen maken. Wat we dan doen is we zetten JDA naar JDA builder. .createDefault. En wat dit doet is, hij maakt een default bot, gewoon een bot. En daarbij hebben we de token nodig van onze bot. En dan is onze bot eigenlijk al gemaakt. Dan moeten we hem daarna nog builden en dan kunnen we nog extra opties toevoegen. Dus laten we eerst de token pakken. De token kunnen we hier weer bij onze bot vinden. Dus we gaan naar bot en dan zie je hier de token. En dan klik je op copy token of je klikt op reset token. En dan moet je hier even dit invullen. En als je dat hebt ingevuld, dan komt hier de token te staan en dan kan je op copy klikken. En het is misschien handig om de token in een config file op te slaan. Omdat je natuurlijk niet wilt dat andere mensen jouw code kunnen pakken van jouw bot. Dus we kunnen hier even een config pakken. config.jml. En dan doen we hier bot token. Kan je hier dan neerzetten. En dan kan je hier je bot token inplakken. Stel nou dat je deze plugin publiek gaat maken. Dan is het handig om natuurlijk je bot token hier niet neer te zetten. Maar dat de gebruiker dat zelf nog moet doen in de config. Maar voor nu kunnen we hem gewoon hier even inzetten. Wat ik dan even handig vind is om een config of om een methode te maken waarin de config wordt geladen. Dus we doen even private void load config. En dan save config. Zo, dat is gewoon wat handiger. Dan hebben we een methode waarin wij de config laden eigenlijk. Dit doen we meestal ook bij de Spigot plugin. En die zetten we even hier bovenaan load config. Zorg dat je die methode boven de createDefault zet. De config moet natuurlijk geladen worden voordat we de bot maken. Want anders kan je die token niet pakken. Dan noemen we getConfig, getString. En dan het pad is bot token. Let ook goed op de hoofdletters natuurlijk. Je moet het exact typen zoals het hier ook staat. Stel nou je weet niet heel veel over configs. Kijk dan even de video daarover. Die staat op mijn kanaal. Oké, wat we dan kunnen doen is, net als bij de JDA series, kunnen we natuurlijk gewoon .setStatus doen en .setActivity en EnableIntents. Dat kunnen we nu allemaal doen. Dus laten we dat gewoon even doen. Online status, nou die zet ik op online. Activity kunnen we bijvoorbeeld doen. Activity.playing. En dan bijvoorbeeld Minecraft. Zoals ik al zei, als je nou niet weet hoe dit allemaal werkt, kijk dan even de series daarover. En dan kunnen we add event listeners doen. Die hebben we nog niet, maar die gaan we straks gebruiken. En dan kunnen we, als je daarmee klaar bent, .build doen. En dan .comma. Oké. Wat misschien nog handig is om te doen, is .awaitReady. Deze. Die zet je dan achter de build. En als je er overheen gaat, staat er eigenlijk deze methode blokt JDA totdat de status van JDA connected is. Dat staat hier letterlijk. Het is gewoon handig voor dat je zeker weet dat de bot wordt opgestart voordat je andere methodes gaat uitvoeren of andere dingen gaat doen in je project. Er komt nog wel een rode lijn hieronder te staan, maar dan kan je gewoon een try catch gebruiken. En dan doen we .print stack trace kan je doen. Oké, nu hebben we eigenlijk onze bot gemaakt en de bot wordt nu opgestart als wij deze plugin opstarten in onze server. Ik ga dit even snel testen zodat jullie zien dat dit werkt. Dus ik klik hier op Maven en install.
Dan pak ik zoals gewoonlijk de plugin hier van de target folder. Dan doe ik die in de plugins folder. En dan klikken we op start. Oké, ik heb de server even opgestart. En zoals je ziet is de server opgestart. Als we nu naar de Discord gaan, dan zien we ook dat onze bot nu online is. Dus de bot is nu online gegaan via onze plugin. Ja, dat werkt eigenlijk allemaal. En nu kunnen we onze bot gaan gebruiken. En nu gaan we even wat meer code schrijven. Dus ik stop deze server even weer. Oké, wat ik als eerst even ga doen is we gaan even naar onze server. En dan kunnen we even een channel gaan aanmaken waar alles in komt te staan over de Minecraft server. Dus de berichten die in Minecraft server wordt verzonden en als de Minecraft server is opgestart of als iemand joint. En deze channel kan je bijvoorbeeld Minecraft server noemen. Zoiets. En deze channel, hiervan gaan we even het ID kopiëren. Dus je doet rechtermuisknop copy ID. Als je dit hier niet hebt staan, moet je even naar settings gaan. En dan ga je hier naar advanced of geavanceerd. En dan doe je developer mode, doe je dan aan. En dan kan je hier de ID van kopiëren van deze channel. Oké, deze ID's gaan we even opslaan in onze main class. Dus we doen even public static. Dan maken we dit een long. En dan noemen we deze MC channel ID. En die zetten we op deze ID. Oké. En dan kunnen we deze ID heel makkelijk gebruiken ook in andere classes, omdat die static is. Wat we ook even gaan doen is we pakken ook even de ID van de server zelf. Dus deze. Dat doe je gewoon heel simpel. Rechtermuisknop op die server hier. Copy ID. Zo, en dan slaan we die ook even op hier in onze main class. Stel nou dat je deze plugin publiek maakt, is het natuurlijk handig dat je deze twee ook in je config neerzet natuurlijk. Zodat degene die de plugin heeft gedownload, zodat hij het zelf allemaal kan aanpassen natuurlijk. Wat ik nu eigenlijk wil gaan maken is een bericht in deze channel als onze Minecraft server is opgestart. Dus hoe doen wij dat? Nou, we kunnen in de ondernemer kunnen we eigenlijk heel simpel gewoon een bericht sturen via in deze channel via JDE. Je kan het doen via een embedje, je kan het doen via een normaal bericht. Maar misschien is het via een embed wel leuk om even te doen. En ik ga dit even in een methode maken, want anders moeten we die hele embed moeten we dan in de onenable maken. Nou, dat ziet er allemaal niet heel mooi uit. Dus we maken gewoon even een methode. Private void send start embed. Oké. Voor de mensen die nog niet weten hoe je embeds maakt en gebruikt in JDE, dat ga ik jullie nu uitleggen, want ik heb er nog geen tutorial over gemaakt op mijn kanaal. Maar dat is eigenlijk heel simpel. Je doet een embed builder. Embed builder, die geef je een naam. Ik doe gewoon embed. En dat is een nieuw embed builder. En die embed kunnen we dan een titel geven, een beschrijving, een color, een outer. En een thumbnail en nog veel meer. Zoals je ziet, zo ziet een embed eruit. Je hebt ze vast al wel een keer gezien. Je ziet hier de auteur, je ziet hier de titel, beschrijving en hier zie je wat fields en een thumbnail en een image en hier een footer. Dus zo ziet een embed eruit. We willen gewoon een simpel embedje sturen in deze channel als de server is opgestart. Dus we maken de embed gewoon simpel. We doen even een color meegeven. Dan kan je een nieuw color doen. En dan doe je eerst even 0, 0, 0. En dan kan je hier, IntelliJ heeft deze functie dat je hier dan de kleur kan zien. Dat is wel handig, dus dan kunnen we heel makkelijk gewoon even die kleur aanpassen. Ik maak dan de embed groen.
Omdat dat, ja, omdat de server is opgestart, maken we die groen. Embed.set titel. De Minecraft server staat nu aan. Oké. Ja, ik vind dat de embed nu gewoon prima is. Dan kunnen we de embed nu gaan sturen. En die embed willen we gaan sturen in deze channel. Dus we moeten eerst nog even deze channel pakken. En dat kunnen we eerst even op gaan slaan. Dus text channel. Channel. En dat is jda.getTextChannelById. En dan hebben we een long nodig. En die hebben wij hier ingezet, deze channel. Dus die kunnen we kopiëren. Of we kunnen deze kopiëren natuurlijk. En wat we dan kunnen doen is channel.send message embeds. En dan embed en dan punt build. Dus zo sturen wij de embed in die tekstchannel. En hierachter punt Q. Want punt Q moet je altijd doen als je iets, als je een bericht hebt verstuurd of een embed of een soort interactie. Als je dat hebt gedaan, moet je punt Q gebruiken. Je krijgt nog wel een waarschuwing dat de channel 0 kan zijn. Maar omdat we zeker weten dat dit de goede ID is, hoeven we ja, dat niet na te checken. Oké, wat we nu kunnen doen is deze methode aanroepen in onze OnTheNable. Send start embed. En nu wordt er een embed gestuurd als onze server is opgestart. En hetzelfde kan je natuurlijk doen in de OnDisable. Dus als de server uitgaat, dan kan je ook weer een embed sturen. Dus ja, zo kan je dat eigenlijk allemaal doen. Oké, wat we nu gaan doen is eigenlijk een spigot event gebruiken. En dat is de on-async player chat event. En we willen eigenlijk ervoor gaan zorgen dat als we in Minecraft, in onze Minecraft server een bericht sturen, dat die berichten dan ook in deze channel weer komen. En daarvoor gebruiken wij de player async chat event van spigot. Dus we maken even een package aan. Deze noemen we even spigot listeners. Want we noemen deze niet, je kan ze ook listeners noemen, maar ik doe ze spigot listeners. Omdat wij ook JDA gebruiken en wij hebben straks ook JDA listeners, die gaan we straks ook gebruiken. Dus vandaar dat ik deze spigot listeners noem. Java class chat listener. Oké. Wat we dan gaan doen is implement listeners. Listener. Event handler. On chat. En dan de async player chat event. Wat we nu eigenlijk willen doen is we willen weer een embed gaan sturen in deze channel als er een bericht wordt gestuurd. Dus we kunnen doen embed builder. Embed is nieuw embed builder. Embed.set color kan je doen. Stel nou je wilt een random color, dat kan natuurlijk ook. Dan moet je eigenlijk even een random aanmaken. Random. Random is nieuw random. Wat je dan kan doen is een float R. Want je hebt natuurlijk RGB nodig. Nieuw color. En dan kan je gebruik maken van RGB. Dus we maken een float aan, die noemen we R. Is random.next float. Float G is random.next float. Float B is random.next float. En dan doen we een color aanmaken. Random color is new color. RGB. Zo maak je eigenlijk een random kleur aan. Dan kan je dit weer weghalen. Dus dat is een leuke toevoeging voor aan je embeds. Zodat het niet steeds dezelfde kleur is als de embed wordt verstuurd. Oké, wat we nu gaan doen is we willen de auteur, dat is dit, willen we gaan zetten naar de skin van de speler en de naam van de speler. En daaronder het bericht van de speler. Hoe gaan we dit doen? Nou, de naam is niet zo moeilijk.
We doen eerst even embed.setAuteur. Dan pakken we de string, dat is gewoon de player. Die moeten we nog even aanmaken. Player. Player is event.getPlayer. Is de player.getName, kan je doen. Als string URL, die zetten we op 0. Want dat is de URL waar je op kan klikken. Maar de icon URL, dat is deze. Die willen we gaan zetten naar de skin van degene die dat bericht heeft gestuurd. Nou, hoe pakken we nou die skin? Dat kunnen we doen via deze website. Deze website, de link hiervan staat in de beschrijving. Zoals je hier kan zien, kan je hier via deze link plus een UUID, kan je deze skin krijgen. Dus de skin van die UUID, van die speler. Hier heb je verschillende soorten. Maar ik vind deze wel mooi voor in de auteur, voor dit plaatje. Dus we pakken deze link. Die zetten we hierin. Halen we UUID weg. Doen we plus player.getUniqueID. Dus zo pakken wij het hoofd van die speler, zijn skin. Oké, dan kunnen we embed.set beschrijving doen. En dan doen we de beschrijving het bericht van de speler. Dus dat is e.getMessage. En dan punt comma. Oké, zo simpel is het eigenlijk. Nu moeten we de embed nog even weer sturen in onze Discord channel. Maar daarvoor hebben we JDA nodig. En wij hebben hier al een JDA aangemaakt in onze main class. Dus we kunnen hieronder even een getter maken. Public static get JDA. JDA is JDA. Get JDA. Return JDA. Oké, dan kunnen we een text channel doen. Channel is main.getJDA. .get text channel by ID. Main.mc channel ID. En dan kunnen we doen channel.send message embeds embed.build. .q. Oké. Nou, nu zijn we eigenlijk helemaal klaar hiermee. We moeten dit nog even registreren, deze listener. Dus dat kunnen we hier in de onenable doen. Get server, get plugin manager, register events, new chat listener, this. Oké, nou laten we dit even gaan testen. Laten we deze plugin gaan builden, in onze Minecraft server zetten en kijken of het werkt. Zoals jullie zien, heb ik de server opgestart en jullie zien al gelijk de embed. De Minecraft server staat nu aan. Dus dat werkt sowieso al. Ik sleep Discord even hierheen. En dan doe ik Minecraft hier. En dan doe ik zo. En dan gaan we nu even de server joinen. Oké, en dan kunnen we nu een bericht gaan sturen in de Minecraft server. Dus ik stuur nu een bericht. En zoals jullie zien, krijgen wij de embed in de channel. Met daarbij onze skin en de Minecraft naam en met ons bericht natuurlijk. Dus dat werkt helemaal. Elke keer als wij een nieuw bericht sturen, dan zie je ook dat de kleur van de embed steeds random is. Want dat hebben we ook gemaakt natuurlijk. Dus dat is gewoon cool. Nou, nu kan je natuurlijk voor elk ding in Minecraft kan je natuurlijk een embed voor maken. Bijvoorbeeld als je dood bent of als iemand de server joint of als iemand de server leaft. Voor verschillende dingen kan je natuurlijk een embed sturen in je Discord server. Dit is natuurlijk hartstikke leuk, want dan heb je eigenlijk de mensen die bijvoorbeeld niet online kunnen komen, die kunnen dan naar Discord gaan en hebben ze alsnog interactie met de Minecraft server. Dus dat is gewoon een hele leuke toevoeging voor in jouw Minecraft server. Maar wat ik eigenlijk nu nog wil gaan maken is dat als wij een bericht in Discord zelf sturen, dus in deze channel, dat die bericht dan weer in Minecraft komt. Dus dat gaan wij nu maken. Oké, we gaan gebruik maken van de
een JDE-event. En dat event, dat is de Message Received Event. En dat event wordt uitgevoerd als er een bericht wordt verzonden in jouw server. En als jij de JDE documentation erbij pakt, deze link staat ook in de beschrijving, en je gaat dan naar de Message Received Event, dan heb je hier wat informatie over dit event. En zo heb je hier ook de requirements staan. En zoals je misschien al weet, hebben sommige events requirements. En die requirements zijn dan intents. En die intents heeft de bot nodig. En bij deze event heeft de bot de guild messages intent nodig en de direct messages. Één van beide zie ik nu. Deze werkt voor guild text channels en deze werkt voor privé channels. Dus wij hebben alleen de guild messages nodig. Dus die intent gaan we even toevoegen. En dat doen we in de main class. En dat kunnen we dan hier doen. We doen punt enable intents. En dan hebben we een gateway intent nodig. Gateway intent. Punt guild messages. En het enige wat ook nieuw is aan JDE, is een andere intent die we ook nodig hebben. En dat is de message content intent. En dat zorgt ervoor dat de bot eigenlijk content van berichten kan pakken. Dus de tekst van berichten kan pakken. En die gateway moeten we ook toevoegen. Message content. Deze. Dus deze twee intents hebben we nodig. Oké. We gaan een nieuw package aanmaken. JDE listeners. En deze kunnen we noemen message listener. Oké, bij JDE listeners moeten we extends listener adapter doen. Als je niet weet hoe listeners werkt in JDE, kijk dan even de video die op mijn kanaal staat. En we gaan dan even naar code, override methods, message, received deze. Kunnen we dit weghalen. Oké. Nou, wat we willen doen is als er een bericht wordt verstuurd in deze channel, dan willen we dat in Minecraft ook gaan sturen. En we gaan eerst kijken of het bericht dat is verstuurd of dat in deze channel is. En dat kunnen we doen met een if statement. If a.get event.get channel .equals en dan pakken we main.getjda.getTextChannelById main.mcChannelId. Dus als de channel waarin een bericht is verstuurd, als dat dezelfde channel is als onze Minecraft channel, oftewel deze, dan willen we de code gaan uitvoeren. Nou, hoe versturen wij nou eigenlijk een bericht in Minecraft? Nou, dat kunnen we doen heel simpel. Bucket.broadcastMessage. We kunnen bijvoorbeeld nog even chatcolors meegeven. Chatcolor.blue. String chatcolor.bold Discord. Dan kan je even aangeven dat het vanuit Discord komt, dat bericht. En dan kan je bijvoorbeeld doen. Okay, dit wordt wel een lang bericht zo te zien, dus we kunnen even snel chatcolor.translate alternate color codes doen. En dan pakken we even deze symbool en dan kunnen we hier het bericht inzetten. Maar wat er ook even handig is, is bijvoorbeeld de naam van degene die het bericht heeft gestuurd in Discord. String username is event.getMember.getEffectiveName. En dan kunnen we bijvoorbeeld doen even de message. String message. Event.getMessage. En vergeet niet dat je bij JDE nog .getContent moet doen. En je hebt drie soorten content. Content raw, content display, content stripped. Dit is gewoon de standaard. Dit pakt gewoon alle tekst. Dus ik zou gewoon deze doen als ik jou was. Oké, dus hebben we de username en de message gepakt. Dan kunnen we bijvoorbeeld even doen, pakken we deze.
pakken we even de kleur blauw. Discord. Pakken we deze spatie. En dan doen we even plus username. Plus dubbele punt. En dan plus de message. Oké. Zo hebben we dus dit bericht gebroadcast in de Minecraft server. Ik heb hier gewoon even een prefix van Discord in het bericht gezet. Zodat het duidelijk is van dat bericht vanuit Discord komt. De username, dubbele punt en dan het bericht dat is verstuurd. Zo simpel is het eigenlijk. Wat je ook nog kan doen is bijvoorbeeld... stel je doet bijvoorbeeld een command hier in Discord. Bijvoorbeeld uitroepteken... hallo. Dat er dan bijvoorbeeld iets gebeurt in Minecraft. Dat kunnen we ook even maken. Dat kunnen we heel simpel doen met een if statement hier. If a.getMessage, event.getMessage, .equals, .getContentRaw, .equals, ignore case, uitroepteken hallo. Dan kunnen we bijvoorbeeld doen bucket.broadcastMessage. Chatcolor.translate alternate color codes. Dan doen we dit even hierboven neer. Dan doen we hier else. Dan doen we deze even hier inzetten. En dan kunnen we hier doen bijvoorbeeld een bericht voor dat command. Nou, zoiets kan je dan neerzetten. Dus gewoon even een kleine test. Zodat je weet hoe je bijvoorbeeld simpele commandjes hierin kan maken. Je kan het natuurlijk ook doen via slash commands. Maar daarvoor heb ik een hele video staan op mijn kanaal. Dus die kan je ook kijken. Maar zo hebben we in principe gemaakt dat als we een bericht hier in deze channel sturen. Dat dat dan ook in Minecraft wordt gestuurd. Oké, laten we nu even deze listener ook gaan registreren. Dit is een listener, een JDA listener. Dus die moeten wij hier gaan toevoegen bij .addEventListeners. En dan kunnen wij een listener toevoegen. Dus new message listener. Deze. Dan hebben we die ook geregistreerd. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Laten we dit gaan testen en... Ja, dan kunnen we het eindresultaat gaan bekijken. Oké, ik heb hier Discord weer openstaan en Minecraft. Ik ga nu weer joinen. Zoals je ziet heeft de embed weer gestuurd. De Minecraft server staat aan. We joinen even de server. Oké, we kunnen nog steeds de bericht sturen hier. Zoals je ziet komt die embed hier nog te staan. Zo te zien heb ik een foutje gemaakt. Want je ziet hier... een bericht, want hij wil die embed sturen eigenlijk in Minecraft. Maar dat kunnen we straks even fixen. Maar als we hier nu een bericht sturen in deze channel. Dan zie je in Minecraft, zie je Discord te staan. De naam van degene die het heeft gestuurd met daarbij het bericht. Dus dat werkt eigenlijk helemaal. We hadden ook nog een klein command. Hallo, dan zie je. Tim heeft het command uitroepteken hallo gebruikt. Dus zo kan je nog kleine commands toevoegen als je dat wil. Dus vandaar dat. Laten we dit even gaan fixen. Want als wij nu iets sturen. Dan hebben we dat natuurlijk gestuurd. En dan stuurt hij een embed in deze channel. En een embed ziet hij ook als bericht. Dus dat bericht wil hij dan weer in Minecraft gaan sturen. Dat kunnen we heel makkelijk oplossen. Even kijken. Message. En dan kunnen we even kijken... Daarna kunnen we even kijken. If event.getMember.getUser.isBot. En dat willen we dan uitroeptekens neerzetten. Dus als degene die het bericht heeft gestuurd, als dat geen bot is, dan willen we die code gaan runnen.
En dit is natuurlijk een bot, dus als die dan een bericht stuurt, dan wordt dat niet verzonden in Minecraft. Dus dat is een hele handige check die je hier kan uitvoeren. Nou, nu weten jullie dus hoe jij een Discord-bot in jouw Spigot-plugin kan maken en hoe je dat met elkaar kunt verbinden. En ja, ik zou zeggen, maak vooral iets leuks met die plugin. Maak meerdere functies, maak commands in je Minecraft-server, maak commands in je Discord-server, laat het met elkaar verbinden. En ja, maak er iets moois van. Als je nou vragen hebt of problemen, join dan even de Discord-server van mij. Die staat in de beschrijving, de link. Vergeet niet te abonneren als je nieuw bent en like als je dit een hele handige tutorial vond. Dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken naar deze tutorial en dan zie ik jullie weer bij de volgende tutorial. Later.